Een hele goede morgen allemaal. Mijn naam is Lamia en welkom op het YouTube kanaal vrouw.nl. Het is vandaag dinsdag en ik ben vrij. Dat is echt in ieder geval ontzettend lekker. En nou ja, ik kom zoals je ziet net uit de douche. Mijn haren zijn nog nat. Ik heb me al wel aangekleed. En nou ja, goed. Ik ga even mijn haar doen en mijn make-up. En daarna heb ik afgesproken met een vriendinnetje. Die ik al echt onwijs lang niet heb gesproken of gezien. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik heb er eigenlijk ook weer heel veel zin in. Weet je, sommige dingen zijn gewoon gebeurd. En dan moet je ook een soort van overheen zetten. Maar goed. Ja, ik ga mijn haar doen, me opmaken. En dan ga ik er vandoor. We gaan lekker koffie drinken bij de barista. Of bij de barista voor mij. Bij de zoete inval. Fuck. Ja, bij de zoete inval gaan we koffie drinken. En nou, ik moet vandaag even het huis opruimen en de was opvouwen. Ik heb er echt één grote zooi van gemaakt. Ik moet mijn boeken echt gaan verkopen. Ik moet alvast spullen gaan inpakken. Dat is wat ik ga doen, maar ik ga me nu lekker aankleden. Best lekker weer. Ik hoorde iedereen vanochtend altijd te koud, maar het was natuurlijk weer onwijs vroeg. En nu denk ik, nou, het zonnetje schijnt. Ik vind het best lekker. Maar goed, ik ben ready. Dit is wat ik aan heb. Blouseje, shirtje H&M, broek only, schoenen H&M's van heel lang geleden. Maar goed, dat is wat ik aan heb en ik ga maar eens rijden naar de zoete inval. Woep woep. Oké, jongens, ik ben net terug van de zoete inval en het was ontzettend leuk. Lekker een kopje koffie gedronken met Fab. Ja, het was wel gezellig. Maar ik heb ook iets heel raars meegemaakt. Ik heb dus een salontafel besteld. We hebben er eentje uitgezocht. En ik bel dus vandaag Take Meubels Alpha op om te kijken waarom ik geen orderbevestiging heb gehad. En ik bel dus op en gewoon met mijn eigen naam, joh, met Lamia. En ik had een vraagje. Ik heb dus een meubel bij jullie besteld. En niet weten dat ik het verkeerde nummer had. Vervolgens werd ik door een ander nummer teruggebeld. En toen belde die vrouw van die zaak op. Ik heb echt nog nooit zoiets psychisch meegemaakt. Echt, dit was zo bizar. Die belde mij op en die zegt... ja, met Marion en... ja, wel meer mensen weten niet met wie ze spreken, maar ik wilde gewoon even een leuk gesprekje met je voeren. Dus ik denk, wie de fuck krijgen we nou weer? Wat is dit voor psychisch? En die vrouw, dus ik vraag aan die vrouw van, joh, maar Marion, hoe kom je aan mijn telefoonnummer? En ze zegt, ja, dat is voor jou een vraag en voor mij een weet. Nou, tot de volgende keer, lieverd, dan bellen we elkaar weer. Nog een seconde later word ik door hetzelfde nummer weer teruggebeld. Spreek dus met een of andere Karin van die meubelzaak. En die zit me dus gewoon keihard in de zeik te nemen met, joh,
En jij loopt me in de zeik te nemen met je meubels. Wij doen helemaal niet aan bestellen. En ze wordt dus gewoon helemaal gek op me. Terwijl ik blijkbaar het verkeerde nummer had. Nou ja, goed, als zij bijvoorbeeld had gezegd van... joh, jij bent niet bij ons geweest. Of wij doen niet aan bestellen of orderbevestigingen of weet ik het wat. Dan was het een heel ander verhaal. En ze maakte me helemaal af aan het denken van... ja, je bent een dom blondje. En ik werd gewoon helemaal afgebrand door die vrouw. En niet eens wetend waar dit over ging. Want ik vroeg me gewoon af hoe het zat met mijn meubel. En... nou, ze noemde me een dom blondje en dat ik niet spoorde en dat, dat het raar is dat ik haar opbelde over mijn meubel. Terwijl ik dan denk, oké, stel dat ik daadwerkelijk bij jullie een meubel had besteld en jij behandelt mij op die manier, dan ben je dus echt fucking niet goed in je pan. Dus Indo Takeout meubelen Alphen aan de Rijn op de Kalkhovenweg, nooit naartoe gaan. Want zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik was echt een beetje in shock en ik keek Fabienne ook aan van... wat de fuck gebeurt mij? Ik probeer gewoon te kijken hoe het zit met mijn meubel. Of de bevestiging wel goed is gegaan. En of ze niet toevallig mijn naam verkeerd hebben genoteerd. En dit was echt zieke shit. Dit, joh, dat je een keertje verkeerd belt, dat kan. En ik zocht gewoon naar mijn meubelzaak. En die had ik ingetoetst. En erboven stond takehout meubelen. En klopt, de salontafel is ook van takehout. En ja... en als je dan iemand aan de telefoon krijgt die jou zo behandelt en eigenlijk zegt dat je psychisch niet in orde bent, dan schrik je daar toch best wel van. Dus nou ja, op Kalkhovenweg nummer 9 in Alphen aan de Rijn nooit naartoe gaan. Want ik heb nog nooit zo iets meegemaakt en zo niet respectvol behandeld werd terwijl ik gewoon iets vroeg over een meubel. En als jij blijkbaar niet doet aan leveren, dan kan je dat gewoon tegen me zeggen van joh, heb je wel het goede nummer? Want ik zei ook nog in het eerste gesprek, joh... dan bel ik even naar de locatie in Zoetermeer om te kijken hoe het zit. Weet je? En toen zei ze, ja, dan moet je dat maar doen. Maar ze zegt ook niet, joh, je hebt het verkeerde nummer, want we hebben geen locatie in Zoetermeer. Dat komt er bij mij op neer. Alsof ik wel het juiste nummer bel, alleen dat er niemand aanwezig is die daarover gaat. En om dan met het nummer van je man terug te bellen, dan ben je gewoon niet helemaal lekker, denk ik. En me dan ook nog eens uit te schelden aan de telefoon, terwijl ik gewoon een serieuze vraag heb. Maar goed, ja, dat was even mijn beleving van vandaag. Ik ben nu bij mijn huis. Ik ga koken en wassen en spullen inpakken. En daarna moet ik alweer door naar de voetbal met mijn broertje. Dus, doei! Oké, ready voor de voetbal. Ik heb nu mijn lange laarzen aan. Oké, let's go. Ben je ready of wat? Oh, jezus. Ik heb nog steeds de schoenen niet aan. Ik heb al wel eentje aan. Tegen de camera. Kijk, die jongen is dus nog steeds bezig met zijn schoeisels. Altijd te laat. Altijd. Haal gewoon die fucking knoop eruit. Oké, we gaan. Ja, ready? Moet je nu plassen, echt? Nee. Oké. We gaan er vandoor. Die zit dicht. Nou, Ratje, kom je? Heb je er zin in? Yo, Atje, heb je er zin in? Ja. Oké, ga je scoren vanavond? Ja. Oké, mooi. Let's go. Loop je nou kauwgom te kauwen? Ja. Meen je dit nou? Echt, wat een dwaas. Oh, het is donker hier. We zijn er weer. Nou, op naar de voetbal. Oké, jongens, mijn kamer is één grote chaos nu. Ik ben het zat. Ik ga lekker douchen. En daarna lekker in bed liggen en een video editen. Ik zie jullie heel erg snel weer. Bedankt allemaal voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer nog even hieronder. En tot de volgende keer. Doei doei.